Goedendag en welkom bij deze aflevering van In gesprek met... Zoals u weet, elke woensdagmiddag gaan we in gesprek met bijzondere mensen. En op dit moment is Umberto in Suriname. En het is ons gelukt, het dwars door zijn drukke schema, om hem uit te nodigen bij ATV voor een gesprek. Umberto, welkom in, in gesprek met... Heel erg graag gedaan. Het is gratis toch dit? Ja. <laughs> dit is gratis, ja. Ja, oh, ja, ja. No. Ik mag graag met je hoor. Ja, ja, Ik kom ja, ja, graag. Ja, 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 Ik kom okay. heel graag. Okay. <laughs> Umberto, je bent nu al een maand in Suriname en je bent onder andere bezig met portretten voor 100-jarigen. Waarom 100-jarigen? Ik heb nu net vorig jaar in november in Nederland. is er een boek uitgekomen. Dat heet Morgen Gaat het Beter. Mm -hmm. uh, ik heb de afgelopen drie jaar in Nederland. heb ik meer dan honderd mensen van honderd jaar en ouder gefotografeerd. En dan heb ik ze vier vragen gesteld: uh, Wanneer was u het gelukkigst in uw leven? Heeft u angst gekend in uw leven? Heeft u nog dromen? Ja. En wat heeft het leven u geleerd? En ik wilde die honderdjarige heel graag spreken. omdat uh, vroeger al, uh, mijn oma. De moeder van mijn moeder. Ja. Die woonde een half jaar per jaar bij ons thuis. En ik vond het altijd mooi om te leren van um, oudere mensen. Okay. Kijk, we, we noemen het vaak al bejaarden. Maar ik vind senioren een mooi woord. En senioren vind ik een mooi woord, omdat je daarmee ook benadrukt dat iemand senior is in het leven. En we, we maken allemaal dingen mee in het leven die uh, leuk zijn of minder leuk zijn. En je kan vanuit die levenservaring kan je leren. Kijk, en. Aan jou ga ik echt niet vragen hoe was je leven. Je staat nog midden in je leven. Ja. Met nieuwe projecten, met mooie projecten. Met mooie dingen over kassikomuziek die je gaat maken. Maar aan iemand van 100 kan je echt vragen hoe was uw leven. Ja. Want uh, ik heb ook iemand van 110 gesproken. Dus je kan nog 10 jaar leven. Er zijn mensen van 114. Uh, maar de kans dat je dat wordt is klein. Je bent echt in de winter van je leven of in de grote regentijd van je leven. Dus daarom, iemand van 100 jaar en ouder. En op een gegeven moment, ik uh, werkte ook voor KLM. KLM bestond 100 jaar. Ja. En toen dacht ik: oh mooi, een bedrijf van 100 jaar. Uh -huh. Maar hoe is een persoon van 100 jaar? Dus zo ben ik nog gekomen. En toen ben ik gewoon begonnen. Ja. Ik ben gewoon begonnen. Ja. En drie jaar later had ik uh, meer dan 100 mensen, van 100 en ouder. Nu is het een boek. Uh, en dat boek was, is binnen een maand was de eerste druk uitverkocht. Ja, nou mooi. Um... Ik, ik ken de verhalen omdat ik in het verleden ook vaker heb gesproken met um, Surinaamse senioren. Weliswaar van 70 en 80 naar boven. De jonkies. Ja. <laughs> Ze hebben ook wel interessante verhalen. Ook. Ja, 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 ja. ja. Um, maar wat is toch wel een van de meest treffende verhalen die je hebt gehoord in Nederland? Um, nou, ik, ik heb veel verhalen gehoord, maar vaak ook heel veel verdrietige verhalen. Eén verhaal bijvoorbeeld die ik heb gehoord. Um, is uh, mevrouw uh, Heiko bijvoorbeeld 21 broers en zusters verloren? Of ik heb een mevrouw gesproken, haar man moest in Nederland uh, onderduiken, omdat hij anders wordt, zou worden ingezet in de Oorlog, in de Tweede Wereldoorlog, mm -hmm. door de Duitsers in de arbeidseinsatz. Uh, dan moesten mensen uit Nederland verplicht gaan werken in Duitsland, de mannen. En heel veel van die mannen kwamen niet meer terug. Dus toen hij die oproep kreeg, ging hij met zijn vrouw en hun pasgeboren kind. Mm -hmm. Naar het noorden van het land. Hij kwam uit Amsterdam, naar het noorden, naar Groningen. Uh, in een vrachtwagen, dat kind gestopt in een doos met gaten. Uh, en in die tijd was de lange reis van ongeveer 3,5 uur. Mm. Aangekomen in Groningen, kijken ze in die doos, kindje dood. Die vrouw is 104, was ze ja, 104, met tranen in de ogen, vertelde ze dat. Oh. Maar ik heb ook een mevrouw gesproken uit Suriname, trouwens. Uh, die vertelde dat ze. Haar gelukkigste tijd in haar leven was haar jeugd. Mm -hmm. um, haar moeder was al jong overleden. Uh, haar vader kon het niet zo goed meer betalen. En op advies van een dominee heeft hij um, haar en haar twee broertjes in een tehuis geplaatst. Okay. Maar hij kwam wel altijd op bezoek. Op bezoek ja. En hij was goed met zijn kinderen. En op een gegeven moment, toen was zij negen jaar, toen kwam, zij, toen kwam hij op bezoek. Uh, zij zat bij hem op schoot en op een gegeven moment vroeg ze: in nou een beetje zo brede, Jimmy, of een beetje eten. Mm -hmm. En ze schaamde zich voor de vader. Toen heeft ze gezegd: uh, Je kan niet dat soort dingen zeggen, man. Um, je moet dat niet doen. Um, je moet dat niet doen. En um, dus is hij weggegaan. Maar ze hoorde een tijd niks meer van hem. Toen is zij met de broertjes op zoek gegaan naar de vader. Ja. Toen kwam ze aan bij het huis waar hij woonde. En toen bleek dat hij was overleden, oh. hij was gewoon heel erg ziek. En ze schaamde zich dat ze haar vader had weggestuurd voor hun geschaamte. Ook zij was zo oud, mevrouw Tulsi. En um, ze zei, ja, mm. het deed er nog steeds pijn. Dus je hoort dat soort heftige verhalen. Maar tegelijkertijd, daarom heet het project Morgen gaat het beter, mm -hmm. zie je wel één belangrijke rode lijn in al die gesprekken die ik heb gehad. Ondanks soms ellende, verdriet, wat ik je net uh -huh. vertel, um, is er heel veel optimisme. Richt je op de goede dingen. Vandaag nog, vandaag nog in Paramaribo, hier ja, in Paramaribo. Ja, project ook in Paramaribo. Ik, ga, ik pak even mijn telefoon ja, erbij, want ja. ik vond het zo'n mooie quote. Vandaag in Paramaribo heb ik gesproken met mevrouw Simons. Okay. En mevrouw Simons is geboren in 1921. Um, Willy... Elinora Simons van 3 maart 1921. Ze wordt 102. Ze wordt 102 in maart. Mm -hmm. En bij de vraag, wat heeft het leven u geleerd, ja. zegt ze, over optimisme gesproken, je moet niet denken aan de vele moeilijke dingen, maar aan de weinig goede. Want als je denkt aan de vele slechte dingen, heb je geen tijd voor de weinig goede. Je moet de mensheid zien zoals jij gezien wil worden. Hoe ik gezien wil worden, zegt ze. Dat wat in de Bijbel staat, leef naar Gods wil en um, huldig naast de liefde. Als je leeft naar Gods wil, geef je dat over aan anderen. Maar het feit dat zij zegt, weet je, richt je op de mooie dingen. En die zijn misschien minder dan de moeilijke dingen. Ja, ja. Maar anders heb je geen tijd nee, voor die ik mooie vind dingen. Dat, ja. dat, en, en dat is, daarom heet het boek Morgen gaat het beter. Want zij heeft dat dus ook. Richt je op het goed. Wij zijn geneigd. Om heel erg te denken aan alles wat niet goed gaat. En daar het accent op te leggen. En ja. daar je op ja. te focussen. Ja. Maar een beetje cliché misschien wel, maar alles wat je aandacht geeft gaat groeien. Dat is waar. En mijn moeder zei al, de ellende komt vanzelf op je af. Voor de goede dingen moet je je best doen. Hm. Doe je best. Het gaat niet altijd makkelijk zijn. Je hebt heel veel wijsheid gehad van al deze mensen, Umberto. Ja, gratis en voor niks. Uh -huh. En daarom vind ik het zo mooi. En daarom hoop ik, we zijn aan het praten met een, um, een buitenlandse agent, die uh -huh. wil het ook nog buiten Nederland brengen. Ik weet niet of dat doorgaat. Uh -huh. uh, maar als ik terug ben, heb ik een afspraak met het museum en een Duitse agent. En die zegt, nou, ik vind het zo interessant dit. Ik wil het gewoon uh, ook in Turkije. En ik wil het ook in Duitsland. En ik wil, ja. Want dit is gewoon internationaal. Dus daarom dacht ik, nou ja, weet je dan, als ik die expositie heb en ik heb nog vier of vijf mensen, ik heb nu vier mensen uit Suriname, hoe mooi is dat? Ja. Die staan niet in het boek, ja. maar die verhalen zijn die net zo wel. interessant. Want je zegt um, um, in het museum, er komt dus een expositie? Er komt een expositie, ja. ja. Uh, in september komt er een expositie in het uh, fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht. En uh, daar worden 75 schilderijen of uh, werken opgehangen, ja. uh, foto's. En die vier van Suriname. En die vier van Suriname natuurlijk ook. Die, ga ik de, die krijgen een speciale positie in de uh, expositie. Yeah. Dus daarom wilde ik per se ook hier wat maken. Maar ik was ook nieuwsgierig of je ander soort antwoorden zou krijgen. Mm. En ik had wel gedacht dat uh, drie van de vier vragen ongeveer vergelijkbaar zouden zijn. Yeah. Dus gelukkig in uw leven dromen en wat heeft het leven u geleerd? Dacht ik. Nou, dat zou ongeveer vergelijkbaar zijn. Mm -hmm. Dat is ook zo. Yeah. Uh, maar die ene vraag over angst. In Nederland krijg je dan heel veel antwoorden met de Tweede Wereldoorlog. De Wereldoorlog. Okay. Dus ik dacht, wat krijg je in Suriname? En wat heb je gekregen? Uh, het zijn er maar vier, hè? Dus, ja, ik, ik dus kan niet... Uh, niet een grote vergelijking maken. Meneer Dissels had geen angst. Ja. Meneer Dissels heeft het kruis geplaatst op uh, de, hoge, de grote kathedraal. De en hij zegt: niemand, niemand durfde dat te doen. Ik heb het gedaan. Okay. Dus ik was niet bang. Ja. Mevrouw Engel, afschuwelijk, had de angst dat ze weer uit huis gezet zou worden. Uh, want haar, uh, een familielid van haar heeft haar uit haar huis gezet op haar 98 e En nu woont ze bij een ander familielid. Heel goed wordt ze verzorgd. Mm -hmm. Maar ze is nog steeds is ze bang. Ja. Dat trauma heeft ze overgehouden. Ze heeft nog steeds de angst dat ze eruit wordt gezet. Hier. Ja. Uh, mevrouw Simons uh, heeft één keer angst gehad dat ze haar dochter niet meer zou zien. Ze moest geopereerd worden, mm -hmm. ze had last mm -hmm. van haar darmen. En toen heeft ze tegen zuster Bierman gezegd, die daar in de buurt was. Ze zegt, luister, als ik kom te overlijden, wil jij dan voor mijn dochter zorgen? En zuster Bierman heeft tegen haar gezegd, u gaat niet overlijden, u komt gewoon terug. Yeah. En ze vertelde, en nu is mijn dochter, is 70 jaar mm -hmm. en heeft uh, drie kinderen. En zes kleinkinderen heeft Kijk. ze. Allemaal mannen, allemaal zonen. En de oudste dochter is overleden wel, ja. maar dat was haar ook angstigste moment dat ze dacht ik ga mijn kind niet meer zien want ja. ik, ik moet die operatie hebben. Um, nee, die en mevrouw niet. Benschop uh -huh. nu net uh, die ik gesproken heb, die had een beetje angst voor haar knie, want haar knie doet pijn. Ze kon niet goed buigen. Ze liet het zien. Kijk, dit doet heel erg pijn. Ze zei, Dan moet u het niet doen. <laughs> U hoeft dat niet te kunnen laten. Ze ja. zei: Mijn voeten gaat niet toch? Mijn ja. voeten had niet, maar de knie was met name. een slijtage. Ja, of, ja, 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 en ze is bang dat het verergert. Het want dat goed. moet ik wel goed zeggen: ik moet niet verzinnen. Ik moet geen dingen verzinnen. Ik moet wel echt bij die mensen, hun, bij iedereen zijn eigen woorden blijven. En ze zei daarover: Het volgende over de knie. Ze zei: um, Ik ben bang dat het erger wordt, want dan is mijn leven helemaal weg. Maar dan kan ze niet meer lopen en bewegen. Ze is niet meer mobiel. Dus ja, snap je? Dus Het ja. zijn tientallen verhalen. Ik heb gezegd, 100 mensen van 100 jaar ouder is 10.000 jaar levenservaring. Mm -hmm. Is het een boek? Komt er een boek? Het is een boek, ja. Het is een boek. Het is een boek <laughs> <laughs> En dat boek is, is, ja. is, is, is gewoon. Uh, ja, ik ga nu naar terug naar Nederland. Ja. Maar uh, we hebben het onderschat. Want ja. we hadden 2.500 ja. stuks uh, gedrukt binnen een maand. Dus, herdruk komt eraan. Er moet een herdruk aankomen. Ja. Ja. Okay. Bestaat de kans dat het, het, het wordt uitgebreid in Suriname? Je hebt nu vier personen. Bestaat de kans dat, uh, dat het wordt uitgebreid in Suriname? Uh, ja, uh, waarom niet? Uh, ik heb een oproep gedaan uh, aan een keer op de radio. Maar goed, ik ben niet zoveel hier. Ja, de ja, laatste maanden ja. ben ik wel veel geweest. Uh, maar eigenlijk moet je wel hier zijn om het te kunnen doen. Want je kan niet afspraken maken: van ik kom in november. Dat nee. gaat niet. Ah, snap snap je? Ja, ja, ja. ja je ja. moet echt je wel hier zijn. zijn. Ja. Het is maximaal over twee weken kom ik. Mm -hmm. Of over een week. Over een week, ja. Maar niet uh, over twee of drie of vier of vijf ja, maanden. Ja, want dat ja, kan ja. je gewoon niet afspreken. Ik heb ook alleen maar geboortedata. Geen stervensdata. Want heel veel mensen die ik gesproken heb, die zijn die inmiddels zijn overleden. Weerkels. Nou, sterker nog, ik heb meneer Dissels hier gesproken. En helaas, uh, een week later is hij overleden. Wauw. Dus zijn familie uh, was heel blij, gelukkig... Dat ze nog een gesprek met meneer Dissels hebben en zijn foto. Dus dat, dat is, ja, dat, dat soort dingen is, is heel bijzonder om mee te maken. Oké, okay, um, ik denk dat we van onderwerp ga, gaan veranderen. Um, waarom raakt het je zo? Het raakt ik, ik, je. Weet, ja, ik, ik weet het niet. Het is, um, ik vind het, ja, ik weet het niet. Het raakt je op een ja. bepaalde manier? Waarom? Ja. Je kan niet zeggen waarom? Um, Eigenlijk geeft het aan een beetje de, betrekkelijk, ik word eigenlijk een beetje, de betrekkelijkheid van, uh, van het leven. Um, soms vechten we met elkaar. Het is nergens voor nodig. En uh, zulke momenten besef je dat, dat extra. Want ik bedoel, een week ervoor praat je nog met die meneer en geeft deze levenservaring. En dan is hij er daarna heel snel niet meer. Uh... Is echt zo, hè? Ik kan hem wel even laten zien. Ik weet niet of de kijkers thuis dat kunnen zien. Want dan hebben ze een beetje een indruk op hoe. Uh, hoe die foto's er, uh, eruit zien. Maar kijk, maar dit is meneer Dissels. Ik had meneer Dissels zijn handen bijvoorbeeld gedaan. Kijk, en, zie je? Uh, ah, yeah. ja. Dit zijn de handen van meneer Dissels. Maar ik heb ook uh, zijn gezicht gedaan natuurlijk. Dat je hem een klein beetje. Dit is meneer Dissels. Oh, oké. Okay. Ja. Yeah. Ja, een week voor zijn overlijden. 105 jaar. 105. Oh, oh, 105. gezegende leeftijd. Ja. hele lieve familie. echt lieve familie. En uh, ik was ontroerd dat ik mocht, uh, mocht komen. Nou, oké. Okay. Humberto, um, je carrière. Hoe gaat het met je carrière? Uh, het gaat eigenlijk best goed met mijn carrière. Ja. Ik doe uh, best veel. Ik doe elke, elke vrijdag doe ik radio uh -huh. in Nederland, op Radio 1. Elke zaterdag en zondag doe ik nu weer straks drie maanden een talkshow. Um, ik doe fotografie. Uh, ik ben bezig met een documentaire. Over? Uh, hier in, ook hier in Suriname. Oh, op zoek naar de Jaguar. Juist. Op ja. zoek naar de Jaguar. Heet het zo? Het heet... Nou, no, dat nee, is de no, werktitel. werktitel. Dat is de okay. werktitel. Ja. Het heeft wel een andere naam, maar het ja. is de werktitel. Ik haal het maar even zo. Maar waarom zoek jij Jaguar? Omdat ik... Ik had een droom dat ik... Kijk, de jaguar is de grootste kat van Zuid-Amerika uh -huh. en dus de grootste kat van Suriname, mijn geboorteland. En ik heb een fascinatie voor katten. En de jaguar is na de tijger en de leeuw uh -huh. de grootste kat ter wereld. Okay. Met de hardste beet ter wereld. Hij bijt harder dan welke kat dan ook. Hij bijt harder dan leeuwen, hij bijt harder dan tijgers. Uh, dus kijk, in Suriname heet hij wel tigri, maar het yeah. is een jaguar, het is geen tigri. Uh, maar goed, prima. Uh, dus ik had een droom dat ik hem wilde fotograferen uh -huh. in Suriname. Yeah. Uh, en toen dacht ik, ja, maar fotograferen. En in Frans-Guyana en, en, en Guiana. Okay. Dus ik dacht, van, oh, dat lijkt me zo mooi. En dan ga ik twee weken naar Frans-Guyana, twee weken naar Suriname en twee weken naar Guiana. Dan ga ik alleen maar Jaguar zoeken om te fotograferen. Uh -huh. Maar toen dacht ik, ja. Maar misschien kon ik een documentaire maken van die zoektocht. Dus dat hebben wij nu gedaan. En dat komt uh, 19 mei. In Nederland bij Videoland te zien. Dus de, ik heb gevraagd van oké, okay, uh, zouden jullie het mooi vinden? Ze hebben ze gezegd. Nou, goed idee, niet ja. meteen hoor. Ja, dat is op ik, nadenken. Ik, ik, ik vertel de korte versie. <laughs> <laughs> ik, moet eerder, ja. ik ben eerst naar Suriname ja. gekomen ja. om te filmen, ja. om te laten zien wat het zou worden. Ja. Dus ik heb zelf geïnvesteerd, zelf geld ingestopt. En uh, toen zijn we in november nog een keer gekomen. En nu december, januari nog, nog een keer. keer. Uh, en nu hebben we al het materiaal. Nu gaan we monteren. En nou ja, dan, uh, op 5 mei moet het klaar zijn. Op 19 mei moet het uh, te zien zijn. En ik hoop, want dat weet ik nog niet zeker. Ik hoop dat we het ook hier kunnen laten zien. Ik hoop het ook. Het lijkt mij fantastisch om uh, in Paramaribo, in Cayenne en Georgetown. Om in die drie steden die documentaire te laten zien. Eén dag voor. Mensen die heel erg bezig zijn met natuurbescherming, et cetera. Mm -hmm. uh, of het nou Conservation International is of uh, WWF of yeah. uh, noem ze allemaal yeah. maar op. Yeah. 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 Of en de tweede dag voor jeugd. Okay. Dat jongeren kunnen zien. Waarom? Nou ja, jongeren hebben de toekomst. Dus als je je land uh, bewust wil maken van wat is er aan de hand met de Jaguar. Er wordt veel meer gejaagd op hem. En waarom is dat erg? Of is dat misschien niet erg? Mm -hmm. uh, en hoe mooi is Suriname? Dat komt ook naar voren, de natuur. Schitterend. Ik ben naar bakhuis geweest van de week. Fantastisch. Je wilde niet terug? Ik vond het schitterend. Buiten geslapen, uh, S'nachts wandelingen gemaakt. Ja. Die, 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 die passie naar Apura, mijn hemel, zo is lang, <laughs> is twaalf uur. Ja, het is maar we zijn gegaan ja, met ja. drie auto's. Ja. ja, ik vond het geweldig. Het avontuurlijk eigenlijk. Super avontuur. ja, ja. Apura, Brownsberg, Fredberg, uh -huh. uh, Kabalebo. Dus ik heb echt veel gezien. Alleen maar om te zoeken. En je hebt hem gevonden neem ik aan. Dat ga ik je nog niet vertellen. <laughs> Dat is een goede vraag, maar dat ga ik je zeker niet vertellen. Maar ik vind dat niet, eigenlijk niet eerlijk. Ik snap het wel, maar ik vind het niet eerlijk. Maar nu ben je nieuwsgierig. Ja, dat is wel waar, want ik wil hem zien, ja. ja, ja. Als ik je vertel, ik heb hem gevonden, zeg je Oh, wat leuk, wat leuk. En dan moet ik je vertellen. Als ik hem niet heb gevonden, zeg je van Oh, ja, ja, snap je? Precies. Ja, ja, ja. Ik laat me maar, ik ja. laat het precies hier. Is voor jou een vraag, zeggen, is goed, voor oké, mij een ja. weet. <laughs> De volgende keer ga ik gewoon met je mee. Dat zie ik het vanzelf. Want je gaat buiten slapen in Apura. Dus. Bakhuis. Dus. Ja. Je kan hangmateren. Ja, ik slaap liever in een hangmat dan in een bed. Ja. Je bent welkom. <laughs> Dat had je niet verwacht, hè? Nee, maar ja, het is. Het, ja. Ik vond het echt. Het was een droom. Ja. Het, ik vond het echt een droom. Ik vond het ook een droom om uh, Suriname op die manier te leren kennen. Toen tot vorig jaar had ik je echt niet kunnen vertellen waar Apura op de, op de kaart ligt. Ik had echt niet geweten. Ja. Uh, tot vorig jaar had ik niet geweten dat Biggie Poika, wat de afstand was van Biggie Poika naar Apure. Allemaal dat soort dingen. Ik, tot vorig jaar had ik niet geweten hoeveel schitterende ara's of raven, mm -hmm. zoals je zeggen in Cabalebo te zien zijn. Maar echt schitterend continu. Zo mooi. Uh, Fred Berg ken ik goed. Ja. Weet je? Fred Panza is ja. echt, ja. Ja. samen met uh, Deel Rozen en uh, Jean-Pierre, zijn echt drie fantastische ja. gidsen. Ja. Klopt. Um, en dat is, maar, ik, en ik bedoel niet alleen fantastisch voor Suriname, mm -hmm. ik bedoel wereldtop, okay. echt wereldtop. Ze kennen hun. Fre Fred is op het gebied van vogels en zijn Fre is hij ongeëvenaard <coughs> van um, een van de wereld en zien we ook trouwens. Jean-Pierre op het gebied van slangen en kikkers, grondappel, maar echt echt en wij onderschatten dat. Wij onderschatten die kennis die, jo die jongens hebben. Er zijn veel van dat soort jongens in Suriname. Die hard werken. Met hart en ziel werken. En veel Deel weten. Wisten. Echt veel. En die je kunnen bijbrengen. Oh, die slang hoef je niet bang te zijn. Je kan gewoon blijven zitten. Hij doet je niks. Oeh, die slang moet je een klein beetje aan de kant gaan. Oeh, labaria. Kijk aan de zijkant van het pad. De, a, dus allemaal op basis van kennis. Eh, eh, een van de dingen. Nikeri heeft een overschot aan ratten, toch? Mm -hmm. Nou... Er zijn in het verleden heel veel slangen doodgemaakt in die keri. Dus wat gebeurt er? Disbalans. Want mijn vrede van. Ja, we gaan nog snikken met kering. Oké, okay. wat nu? Die ratten worden niet meer opgegeten. Door die slangen. Door die slangen. Dus wat nu? Overlast van ratten. Gevaar van ziekte van wel. Je rijstproductie wordt opgegeten. De balans is verstoord. Dus wat, zei die, wat die... jongens je goed leren, is verder te kijken dan je neus lang is. Die uil die daar is, is geen enkele bonu, is een uil. En die uil is belangrijk, want hij pakt die muizen en die ratten. Je hebt het nodig, anders komen te veel. Je hebt het nodig. Die Jaguar heb je nodig. Want als je die Jaguar niet hebt, dan heb je te veel herten, te veel pingo's. Wat gaan die doen? Die krijgen 20, 30 jongen per keer: panja in het hele bos. Alles wordt aangevreten. Je kostgrondje daar, je taaier, et cetera. Dit maar een jamming. Waarom? Jaguar is weg. Dus als je die balans verstoort, heb je er uiteindelijk zelf last van. Jij gaat pinaren. Jij gaat pinaren. Korte termijn, je breed je man in. Lange termijn, het bijtje je staart. Je hebt veel geleerd van de heren. Ik, ik heb veel gezien en, ja. en doel, dat laat ik zien. Ja. Ja. Dat, dat ga ik laten zien waarom het zo belangrijk is. Het is niet alleen maar mooi. Nee, ja, ja. Het, het is dieper dan dat. Okay. Het okay. is echt dieper dan dat. En dat is echt niet te onderschatten. En Suriname heeft dat. Er zijn twee toproofdieren die echt belangrijk zijn voor Suriname: uh -huh. Harpij, Jaguar. Harpij is een vogel, een grote roofvogel. Okay. Met, met, met zijn klauwen zijn ze zo groot als mijn handen, zijn nagels zijn zo groot als mijn vingers. Maar ze zorgen voor balans. Nog los van het feit dat wanneer die dieren leven, hoeveel. To Fred krijgt aanstaande zondag krijgt die mensen uit Finland. Weet je waarom ze hier naartoe komen? Om vogels te kijken. Weet je hoeveel ge yeah. geld ze achterlaten hier? Uit Finland, uit Amerika, uit Nederland, uit België. Ze komen naar Suriname. Speciaal voor de Speciaal vogels. Voor de vogels. Ja. Die, wat is het, 800 plus soorten die we hier hebben? Mm -hmm. Komen ze kijken. En ze genieten volop. En ze zijn bereid dollars te betalen. Ja, Flink en euro's. Dus, ja. kijk, ja, uh, snap ja. je? Ja, ja. Het, het, het is, als je, ik heb drie jaar gezocht naar de cock of the rock. Ja, de, 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 de rotshaan. Mm -hmm. Drie jaar. Fred appel van het begin, drie weken geleden, hij zegt: We kunnen nu gaan. 100% gaan we ze zien. Ik zeg 100%. De, bij dieren kan je nooit 100% zeggen. Ja, 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 ja. Hij zegt, maar deze maar keer. Zegt, ja. Ik weet 100%. We zijn gegaan. <laughs> en hey, je hebt hem gezien. Wat? <laughs> je was helemaal in je element. Ik was verliefd. Ik was verliefd op die ja, vogel. Ja. Check, ga je laten zien. Kijk hier. Maar een deel, hè? Oh. Ja. Maar begrijp je? Gewoon hier. Rotzaan. Op Netflix is een documentaire, Dancing Birds. Mm -hmm. Daar zit deze rotshaan in. Hier gedraaid in Suriname. Nou, hoe weten we dat niet? Maar begrijp je wat ik bedoel? Hier in Suriname, er is een Britse televisieploeg geweest drie weken lang. Op de Fredberg. Alleen maar om die rotshaan te, te, te filmen. Hoe ze, hoe ze met elkaar bezig zijn. Hoe die mannetjes helemaal uh, allemaal rituelen doen. Om die vrouwtjes te checken. Die vrouwtjes komen af en toe kijken en denken van. Je stelt je een beetje aan, ik vind je interessant toch? Maar we gaan weer weg. Weer, maar op het moment ja. dat die vrouwtjes weer komen, die mannetjes. Ja, 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 ja. Fantastisch, zo mooi. Zo mooi. Daarom komen mensen uit Finland. Dus eigenlijk, Surinamers, als Surinamers moeten we de waarde en de kracht van ons land. Misschien omdat we het ook niet genoeg weten, maar we moeten het wel meer gaan waarderen. Mijn moeder zei ook, wat ga je doen in het bos? Ja. ja. Wat ga je daar zoeken? Wat ik daar ga zoeken. Ik vind het schitterend. Maar ik neem aan dat je met je camera, gaan we die foto's ook ergens Z terugzien? Ja? Zeker, zeker. Een de deel van die foto's gaan we in documentaire zien. En ik ben nu aan het nadenken, want ik wil eigenlijk wil ik een boekje maken met een aantal foto's van uh, natuur, uh, dus de omgeving, ja. mensen, ook dieren. Ja. Gewoon dat je Suriname kan ja. zien, ja. Uh, de rijkdom van Suriname, de schoonheid. Ja. Dus ik wil daar wel een, een soort uh, een boekje of misschien een tijdschrift van maken. Oké, okay, we zouden veel langer kunnen praten, Umberto. maar wat... Ja, ik, ik, ik praat veel, hè? Ik praat veel, sorry. Maar dat is, 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 is jouw werk om veel te praten. Ik snap dat, want uh, ik doe het ook. Maar uh, wat is je eerstvolgende project? Je hebt je Rotsaan gehad, je hebt je Jaguar gehad, je hebt je 100 jaar gehad. Nou, ik zonder nog meteen een naam te noemen, maar we zijn bezig met het onderzoeken van een boek wat ik heb geschreven. Of daar misschien een film van kan worden gemaakt. Je wil meer weten, hè? <laughs> Natuurlijk, welk boek? Je kan vragen wat je wil. <laughs> je weet dat je niet leuk bent, oh, toch? Ben... Oké, okay. nee, weet. is goed. Maar je weet ook nee, dat, dat weet. het nodig is. Nee, want anders gaan de mensen zeggen, ja, zie je, je hebt ja. gezegd dat dat dan dat gaat gebeuren. Tss, en nooit dat gebeurt het die, niet. Ja, okay. ik, het is nog zo pril. Ja. Oh. Oké. Okay. Maar ik hoop, ik hoop, als het doorgaat, dan ben ik hopelijk ergens volgend jaar weer uh, terug. En misschien wel eerder. Okay, um, Voor de première van um, de documentaire. Oh ja, dat is waar. Yeah. Yeah, ja, yeah, yeah. yeah. In mei of zo so, of in juni. Ja, mei, juni. Early, yeah. Zoiets. Ja, yeah, oké. Okay. Gewoon een paar dagen weer. Dankjewel Humberto uh, dat je vandaag bij ons hier uh, in de studio's van ATV wilde zijn en je verhaal met ons wilde delen. En ik hoop dat je dat vaker mag doen. Ik, uh, ik hoop dat ik vaker hier ben en dan uh, kom ik graag langs hoor. Okay. Nou, dat was het gesprek met Humberto Tan. Ik ken hem van RTL 4 in, uh, nee daar zit je niet meer hè? Yeah, Oh, nog steeds? Oh, Oké. Okay. Ik zit bij RTL4 in Afrotros. Afrotros op de radio, RTL4 televisie. Elke zaterdag en zondagavond. Even voor de zekerheid, elke zaterdag en zondagavond ja. bij RTL4. Hier is Suriname vang ik het niet, dus ik kan niet naar hem kijken. Instagram, Instagram maar... Humberto ja. <laughs> Wil je nog meer zeggen? Twitter, at Humberto ja. Nee, nee, ik verveel je. Ik verveel. Facebook? Nee. Ja, E-mail? Ik doe weinig aan Facebook. Ja, okay. Nou, u heeft het gehoord. U kunt hem in ieder geval volgen op Instagram en op Twitter. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering van in gesprek met tot de volgende keer.